Voor dag en dauw sta ik in Hilversum om Lotte op te halen voor het laatste achterbankconcert. We hadden al Niels Geusbroek, Matt Simons, Roy Donders en vandaag is het de beurt aan Miss Montreal. Sanne, goedemorgen! Hoi. Ben je er klaar voor? Ja, sorry, ik stapte op je teen. Nou, ik heb ook grote voeten, dus dat is helemaal oké. Nee, ik ben er klaar voor. Ja, ik ben net uit bed ook. Hey. Ik ook. Het wordt heel leuk, denk ik. Kijk of Lotte al uit bed is. Ja, leuk. Lotte woont geloof ik in een studentenhuis. Oh, nou daar hou ik wel van, hè. Dus ik denk dat we dan iedereen gaan wekken. Leuk. Oh, licht. De lamp gaat aan. Yeah. Goedemorgen! Hallo. Ik heb even Miss Montreal meegenomen. Hoi, Lotte. Hoi, ik ben Sanne. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, dat denk ik wel. De Q Achterbankconcerten. Vanochtend is Miss Montreal ingestapt bij Lotte van Overeem. Zij gaat vanaf Hilversum naar Bos en Duin, want daar werkt ze. Marieke is er ook bij. Marieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. We zijn fileloos, Lotte. Ja. Is dat normaal op deze weg? Ja. Oh, wat heerlijk. Nou, we kunnen in één keer door. Sanne, goedemorgen. Hi. Hey. Hi. Jij gaat voor ons spelen. Wat gaat het worden? Nou, ik dacht dus, we zitten in de auto, dus ik dacht aan tutut. Ah, ik had erop gehoopt, yes. Ja. Ik dacht al, ik hoop dat je niet gaat spelen, Sal. Wat een leuk grapje. Maar dan weet ik wel dat jij nog heel hard weer tutut zegt. Ik, hè? Ja. Tutut, tutut. Tutut, Lotte, kun jij hem even doen? Hoor jullie, hè? En zal ik je aankondigen? Ja, leuk. Ja. Miss Montreal en tutut vanaf de A27. Miss Montreal! Nou, Lotte, hoe vond je het? Ja, vet mooi. Oh. Ik keek naar links, ik zag Lotte zo helemaal met blosjes meezingen. Geweldig. Cool. Ja, was top. Ja. Het is 8:08, we gaan stiekem nog heel even checken hoe het is bij Marieke. Want Miss Montreal zit op de achterbank bij Lotte. Oh. Net te laat, alleen het eindstukje. Maar kunnen we er nog eentje doen dan, Sanne? Ja, ja, zeker. Oké, okay, nou. Die is dus helemaal nieuw, die heeft nog nooit iemand gehoord. En dat gaat over ouders die uit elkaar zijn. Want ik heb dat ook natuurlijk met mijn ouders. Mm-hmm. En toen ik in die situatie zat, had ik gewoon niet echt iets om op te leunen. En dus ik draag het op aan iedereen die net uit elkaar is. Of ja, kleine kindertjes die dat nu allemaal meemaken. Mooi. Hoe heet die, Sanne? Ja, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Hij heeft nog geen titel. Dit is Miss Montreal met geen titel vanaf de A27. Oh, jawel. Jawel. Los bij elkaar. Los bij elkaar? Ja. Er leek niks aan de hand. Zoals het hoort te zijn. Mijn zus nam ons bij de hand. We waren toen nog zo klein. Moeilijke tijden gehad. We hadden het echt niet fijn. Geschreeuw, ik kreeg geen lucht. Dat moesten mijn ouders wel zijn. En het was zo zonde dat het zo moest gaan. Maar oh, het is een wonder, ze hebben het goed gedaan. Miss Montreal!
Sanne, wat mooi weer. Ja, nou, er ging over hobbels heen, dus het ging niet helemaal Sanne, ik vond het heel leuk dat je dit vandaag wilde doen. En dat jij zelf nog een nummer hebt gehumeurd op de achterbank bij Lotte. Ja, lachen, ja, en Lotte is een echte Miss Montreal fan. Dus dit is vast gewoon een Nederlands primeurtje ook voor jou. Zeker. Goed, vaker? Zeker. Als de echte fan het zegt, zegt ze nog een beetje met een kikker in de keel. Zeker, een beetje emoties. Q music, Q is good for you.